Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video laat ik je nieuwe najaarsproducten zien van Essence. Ik vertel dit eigenlijk in elke video, maar ook eventjes voor de nieuwe kijkers en als je het nog niet wist. Essence komt twee keer in het jaar met een assortimentsupdate. De eerste update is eigenlijk in februari meestal. En dan komen de voorjaarsproducten. Ik merk dat de tijden nu wat langer zijn. Of dit nog steeds met corona te maken heeft, dat weet ik niet. Maar over het algemeen in februari voorjaarsproducten. In augustus de najaarsproducten. Ik wist nu dat de producten voor het najaar wat later zouden komen. Want er stond al bij het persbericht vermeld dat ze pas in september er zouden zijn. Maar goed, ze komen dus twee keer per jaar met nieuwe producten. Dit keer laat ik je dus de najaarsproducten zien, zoals ik net vertelde. Dit zijn producten uit twee schappen, dus het zijn wat meer producten. Maar ik ga je gewoon laten zien welke producten er in die schappen zitten. Ik ga de producten niet swatchen, omdat het niet mooi is als ik er foto's van wil maken voor mijn blog. Je gaat de producten zeker nog terugzien in een fail video of in een favoriete video. En mocht je ergens nou een aparte video van willen zien, mag je het altijd even aangeven. Want dan kan ik het altijd nog extra opnemen. Mocht je benieuwd zijn welke nieuwe producten er momenteel verkrijgbaar zijn van Essence, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik ga beginnen met wat gezichtsverzorgingsproducten. Ik heb hier allereerst een Hydrating Glow Multi-Use Spray. Hier zit kokosnootwater in en deze kun je dus gebruiken voor je gezicht, je lichaam en ook je haar. En deze zou er dus een subtiele glow achterlaten. Je kunt deze ook gewoon gebruiken als voor je gezicht, bijvoorbeeld als primer voordat je je gezicht gaat in de make-up gaat zetten, maar ook als fixing spray. Ik ben wel heel erg benieuwd. Kokosnootwater is altijd wel fijn, heeft eigenlijk een normale spray flacon. Ja, ik ruik nog niks, maar kokosnootwater klinkt altijd wel heel erg lekker. Dus daar ben ik wel echt heel erg benieuwd naar. Dan heb ik nog een fixing spray. En deze komt uit de Hello Good Stuff lijn. En dit is een Herbal Face Mist. Deze belooft je huid ook te kalmeren. Hier zit 92% aan natuurlijke ingrediënten in. Bevat geen microplastic deeltjes, geen parabenen, geen siliconen en ook geen minerale oliën. Hij ziet er een beetje groenig uit in het flesje. Er zit chamomile in en groene thee en tea tree. Dus ik ben wel heel erg benieuwd. Vooral omdat het uit natuurlijke ingrediënten bestaat. Mijn huid is momenteel niet op zijn best. Dus ik ben wel heel benieuwd. Ook eigenlijk een vrij normale spraydop. Ook deze kan ik nog niet ruiken. Maar het ziet er wel heel erg interessant uit. Vind ik zelf. Dus ja, ik vind de producten uit de Hello Good Stuff lijn sowieso wel heel erg fijn. Ook uit die lijn heb ik een Primer Serum. Dit is een Hydrate en Plump Primer. En hier zit blueberry en squalene in. Deze bestaat voor 95% uit natuurlijke ingrediënten. Ook hier zitten geen parabenen, geen microolie, plastic deeltjes en siliconen in. Hij ziet er een beetje blauw uit. Ik ben wel heel erg benieuwd. Ik denk dat dit je huid ook gewoon echt wel lekker gaat kalmeren. Dus ik ben heel erg benieuwd. Hij heeft gewoon een pipetje. Dus het is een beetje een milky substantie. Oh, je ruikt echt dat blueberry. Dat ruikt wel echt super lekker. Dus ik ben wel heel erg benieuwd ook naar deze. Ziet er in ieder geval super goed uit ook. Dan heb ik hier de Chica Face Cream. Deze komt ook uit de Hello Good Stuff line. En hier zit Centella Astretica extract in. Het is voor een smoothing en moisturizing huid. Het is eigenlijk een dagcreme, maar je kunt hem ook als primer gebruiken onder je make-up. Hier zitten geen siliconen, geen parabenen, microplastic deeltjes en minerale olie in. Ik heb meer producten uit de Hello Good Stuff line geprobeerd en die vond ik heel fijn. Hij heeft eigenlijk een vrij basic opening. Dus ik ben wel heel erg benieuwd of dit misschien wat meer kant op mijn huid gaat brengen, aangezien mijn huid momenteel heel droog is. Vind ik het wel heel erg interessant. Deze bestaat voor 99% uit natuurlijke ingrediënten. Dus ja, ook eigenlijk dus heel erg goed gewoon als dagcreme. Dus ik ben heel erg benieuwd. Dan heb ik ook uit die lijn een sleeping mask. En dit is een Hydrating Skin Overnight Mask. En hier zit lavendel in. Zo ziet het potje eruit. Deze kun je dus aanbrengen voordat je gaat slapen. Lekker in laten trekken. En dan zou je de volgende dag dus een hele zachte huid hebben.
Ik ben heel erg benieuwd. Oh, die lavendelgeur is heel erg aanwezig. Ik ga hem niet te schuin houden, maar dit is dus het product. Het ziet er best wel een beetje jelly uit, als ik het zo zie. Maar goed, ik kan er nog verder niet zo heel veel over zeggen. Deze bestaat... Staat dat erop? Nee. Er staat alleen op dat er geen siliconen, microplastic deeltjes, mineralen, oliën... Wow, ik moest even Siri uitzetten. En parabenen in zitten. Dus ik ben wel heel erg benieuwd. Ik heb laatst een keer een overnight masker gehad van een trendeditie van Catrice. Op limited editie, die vond ik heel erg fijn. Dus ik ben ook wel heel erg benieuwd naar deze. Hij ziet er in ieder geval heel erg fijn uit. Dan heb ik nog een primer. En deze komt uit de Prime Plus Studio. Dit is een Multi Action Plus Protection Primer. Hier zit SPF 15 in. Dit is een dagelijkse protectie met een mineraal UV-filter. En zou je dus ook beschermen tegen blue light. Ik weet niet zo goed wat ze met blue light bedoelen. Misschien in het uitgaansleven of zo. Je kunt deze dus gewoon heel erg makkelijk aanbrengen voor je make-up. En hij beschermt je dus ook tegen de zon. Nou, we zitten nu niet echt meer in het moment dat het heel erg zonnig is. Maar daar zou hij dus ook heel erg goed voor zijn. En ja, hij is dus eigenlijk multi-inzetbaar. Oh, hij ruikt wel lekker. Ik kan een heel klein beetje ruiken. En dan is dit de opening. Dus ik ben wel heel erg benieuwd naar deze primer. Want hij ziet er wel heel erg veelbelovend uit, moet ik zeggen. Dus ja, ook wel super leuk. Dat blue light effect, daar moet ik nog even een beetje mee spelen. Want daar ben ik nog niet helemaal over uit. Maar het ziet er heel erg veelbelovend uit. Dan heb ik hier een Frizz & Fit Vitamin Bomb Face Serum. Hier zit B5 in en niacinamide. Belooft te hydrateren en je huid zachter te maken. Er zit ook vitamine B in. Vitamine D bedoel ik. Of nee, vitamine B5 en vitamine E. Toch wel. Ja, hij zou je gezicht dus gewoon heel erg zacht maken. Dus heel erg fijn eigenlijk om gewoon te gaan smeren nadat je je dagcrème hebt aangebracht. Dit is ook weer met een pipetje. Ik vind hem niet heel erg lekker ruiken zo op het eerste moment. Maar goed, het gaat natuurlijk om de werking. Dus ik ben wel heel erg benieuwd of die mijn huid echt een vitamineboost gaat geven. Dus dat is wel heel erg interessant natuurlijk. Dan heb ik een Protection Toenail Base Coat. En hier zit Tea Tree Oil in. Is eigenlijk een base coat voor je nagels, voor je teennagels. En die breng je dus aan voordat je de kleur gaat aanbrengen. Hij zou je nagels ook wat gladder maken. Heeft ook nail conditioner, dus je nagels zou eigenlijk in een betere staat terechtkomen. Nou weet ik niet of er mensen zijn die in de winter hun teennagels lakken. Ik doe het zelf wel, maar voor de zomer is het natuurlijk ideaal. Heeft eigenlijk een heel basic kwastje. Ruik ik ook Tea Tree Oil? Dan ben ik benieuwd. Oh nee, het is echt wel pure nagellakgeur. Maar ik ben wel heel erg benieuwd of dit wat voor mijn teennagels doet. Want ik merk toch dat ik daar sneller de base coat in oversla. Dus heel erg benieuwd naar. En ik heb ook een voetmasker. Dit is een Ultra Care voetmask. En hier zit zeezout in. Chia butter en urea en panthenol. Deze zou je huid versterken. En het is eigenlijk de bedoeling dat je deze aanbrengt en heel goed laat intrekken. Het beste is dus om dit 's nachts te doen, een dikke laag aan te brengen, er katoenen sokken overheen aan te doen en het dan een hele nacht te laten intrekken. Nou vind ik dat zelf een beetje een dingetje, want ik slaap zelf eigenlijk nooit met sokken aan. Maar met dit wil ik het zeker wel gaan proberen, want dat lijkt me wel heel lekker. Mijn voeten die ja, zijn over het algemeen, ik heb best wel veel eelt en het is best wel fijn als dit voetmasker je... voeten wat zachter zou maken. En deze zit heel goed dichtgezield. Dus ik kan je het verder nog niet laten zien. Maar ik ben hier ook wel heel erg benieuwd naar. Want dat hebben ze eigenlijk ook nog niet eerder gehad. Ik weet eigenlijk niet of ik het had verteld. Maar alle producten zijn vegan en cruelty free. Dus dat is misschien wel even handig om te weten. Maar ook hier ben ik wel heel erg benieuwd naar. Dan ga ik door naar nog een gezichtsproduct. En dit is de Bronze Your Way. En ze hebben, dit is een bronzing palet. En ze hebben al eens een highlight palet hiervan gehad. En daar was ik echt helemaal enthousiast over. En nu hebben ze dus ook een brons palet. Hier zitten dus
drie bronzen kleuren in. Er zit een spiegel in. Dan zijn dit de kleuren. Ze zijn een beetje bol, zeg maar. En ze hebben de naam Downtown Bronze, Major Bronze en Tropical Bronze gekregen. Ik weet gewoon van dat highlight paletten dat ik er echt super enthousiast over was. Dus het brons paletten vond ik ook heel erg leuk dat ze daarmee kwamen. Hij is altijd heel erg dik, want er zit een hele dikke rand bij de spiegel. Dus het is daarom soms iets moeilijk om hem dicht te maken. Maar ik ben er heel erg benieuwd naar. Ik denk ook zeker in combinatie met dat brons of dat highlight paletten, dat dat echt een hele mooie combinatie geeft. Het paletten ziet er ook heel mooi uit. Is verder wel gewoon gemaakt van stevig karton. Maar ik ben hier heel erg benieuwd naar. Ik vond het ook heel erg leuk dat ze die hebben uitgebracht, moet ik zeggen. Ho. Dan heb ik nail art effect folies. En dit zijn dus folietjes waarmee je een nail art kan maken. Ik heb hier de 01 Golden Galaxy, dus een beetje gouden. En hier heb ik de 02 Intergalactic. Ja, zo moeilijk. Je moet als eerste een beetje nagellak aanbrengen en die moet je dus laten drogen voor een paar seconden. Dus eigenlijk moet die meer stofdroog zijn. Dan kan je dus stukjes folie erop aanbrengen met smalle reepjes. En ja, hiermee krijg je gewoon een leuk effect op de nagels. En daarna moet je hem dan nog eventjes met een topcoat moet je hem eventjes nalakken, zodat het mooi blijft zitten. Nou, ik vind het wel heel erg interessant. Het lijkt mij heel erg leuk. Ik vind het effect wat ze hebben gemaakt hier ook heel erg leuk. Kan heel makkelijk verwijderd worden met nagellakremover. Dat is altijd wel fijn. Hier heb je een beetje de gouden details die ze hebben gebruikt. Dus ik vind het wel leuk om hier een beetje mee te gaan spelen. Ik heb dit nog nooit gehad, dus ik ben wel heel erg benieuwd ook. Dan heb ik een Nail and Cuticle Serum Scrub. En dat is deze. Dit is eigenlijk gewoon een scrub voor je nagels. Eigenlijk met dit product bereid je je nagels voor op een manicure. Er zit jojoba oil in, beads en exfoliating. En dit is eigenlijk wel grappig, want ik heb nog nooit een serum scrub voor de nagels gehad. Ja, voor eigenlijk gladdere nagels is dit. Dus ik ben wel heel erg benieuwd. Het ziet er ook best wel grappig uit. Krijg ik dit ook open? Ja, tuurlijk krijg ik het open. Oh, kijk hoe klein. Hoe schattig. Oh, het ruikt wel heel erg lekker. Nou, misschien is het wel hartstikke lekker om je nagels ook een keertje scrubben. Want ja, dat zijn eigenlijk van die dingen die je eigenlijk nooit tegenkomt. Maar ik ben wel heel erg benieuwd of dat dit echt gaat werken voor gladdere nagels. Dus ja, zeker heel erg leuk. Dan heb ik een aantal wenkbrauwproducten. En ik heb hier allereerst de Aftershape Brow Roller. En dit is dus een roller die je kunt gebruiken nadat je je wenkbrauwen hebt in model hebt gebracht. Of je hebt ze geschoren of gewaxt of geëpileerd, wat dan ook. Dan heb je vaak dat er wat rode plekken ontstaan. Nou, dan is dit dus een product wat ook je huid kalmeert, maar ook gelijk verkoelt. Er zit een roller op. En die is ook gewoon heel koud. Het ruikt ook heel lekker, dit product. En als je hiermee dus over die plekken gaat waar je dus jezelf hebt geëpileerd, bij je wenkbrauwen, dan ja, wordt je huid eigenlijk wat kalmer doordat je dit erop smeert. Ik vind het ja, heel interessant. Heel fijn. Het kan echt, ja, het is gewoon heel fijn, want ik merk zelf ook dat ik gewoon vaak rode plekken krijg. Dus dan is dit wel heel erg fijn. Dan heb je ook een overnight brow mask. En dit is een conditioner en regeneration. Hier zit aloe vera in. Het is dus een masker die je 's nachts kunt aanbrengen op je wenkbrauwen. Die zorgt er dus voor dat je wenkbrauwen eigenlijk weer ja, ook een beetje kalmeren. Maar ook zou die ervoor zorgen dat ingeroede haartjes minder worden. Dus ik ben wel heel erg benieuwd. Hij heeft gewoon zo'n klein applicatortje. Dus ruikt verder niet heel erg of zo. Maar het kun je dus gewoon lekker 's nachts aanbrengen, laten intrekken. En de volgende dag ja, zouden je wenkbrauwen gewoon heel erg lekker zacht zijn. Het is wel leuk dat ze daar ook mee zijn gekomen. Dan hebben ze ook een brow wax. Dit is een soap
set, brow styling soap set. En hier zit dus soap in. Ik ga even kijken of ik hem open krijg hoor, want hij zit heel goed vast. Ik heb hem. Hier zit een spiegeltje in. I'm transparent, but wow. Het is dus de bedoeling dat je het spoelietje nat maakt en daarmee in de zeep gaat. En daarmee dus je wenkbrauwen helemaal in model kunt brengen. Zodat ze dus eigenlijk heel erg goed zitten op het model wat jij dus fijn vindt. Dus je kunt ze gewoon helemaal gaan stylen. Dan laat je het even intrekken en daarna kun je dus gewoon aan de gang met je poeder of je die potlood wat je gebruikt voor je wenkbrauwen. Maar daardoor blijven ze dus eigenlijk heel goed in model zitten. En heb je eigenlijk dus geen brouwmascara meer nodig. En hierdoor is het gewoon ook weer wat natuurlijker. Want het is niet heel schadelijk of zo. Dus het is gewoon transparant ook. Dus je ziet het verder ook niet. Ik ben hier wel benieuwd naar. Ik heb eerder een brow soap gebruikt. Daar was ik niet heel erg enthousiast over. Maar ik ben wel heel erg benieuwd naar deze. Dan heb ik 3 mascara's. En ik begin even met de Double Trouble mascara. Extra black. Dit is een mascara met 2 borsteltjes eigenlijk. Hij heeft een definition en een volume. En ik heb hier de gewone variant. En het bijzondere is dus aan dit borsteltje dat hij aan de ene kant een kammetje heeft, zoals je hier kan zien. En hier heeft hij dus kleinere haartjes. Dus je kunt eigenlijk je wenkbrauwen dubbel stylen. Dus ik ben wel heel erg benieuwd wat voor resultaat het dan zou geven. Want ik heb zo'n borsteltje echt nog nooit gezien. Dus ik vind het wel heel erg leuk. Het is gewoon echt een heel nieuw product. Dus hij belooft extra volume en lengte. En zij zou je wimpers ook definiëren. Dus heel mooi scheiden. Dus die ziet er ook heel erg leuk uit. Die heb ik dan ook in een waterproof variant. Die hebben ze dus zowel in gewoon als waterproof. Maar het borsteltje is verder gewoon hetzelfde. Dus het is verder dezelfde mascara. Maar ik ben altijd wel benieuwd om te testen of het ook echt waterproof is. Dan hebben ze ook een Lash Princess nieuwe mascara. En dit is de Curl & Volume mascara. Een roze variant. Ik ben zelf heel erg fan van deze mascara's. Gewoon alleen al door de verpakking. Hij heeft een borsteltje waar ik zelf heel erg blij van word. Dus ik ben wel benieuwd of die ook daadwerkelijk echt volume en alles gaat geven. En een krulletje. De andere waren heel fijn. Dus ik hoop dat deze ook net zo fijn zullen zijn. Dan heb ik een aantal lip producten. Ik heb hier allereerst een Caring Tint Lip Balm. En hier zit Pink Grapefruit in. Dat is deze. Dit is dus eigenlijk gewoon een verzorgende lippenbalsem. En hij geeft dus wel een tintje af. Heel erg leuk. Hij zit wel goed dicht. Hij is dus... Ja, ik ruik hem ook wel ietsjes roze. Dus ik ga ervan uit dat hij een mooi roze effect geeft. Maar goed, je weet het nooit. Het kan natuurlijk altijd afwijken. Maar het ziet er wel heel erg leuk uit, vind ik. Dan heb ik hier een Peppermint Glow Lip Balm. Dit is dus met pepermuntgeur. Dus ik denk ook dat hij een kleine gloed geeft, wat ik zo zie. En waarschijnlijk gaat hij dus ook je lippen misschien wat voller laten lijken. Door de pepermuntgeur. Ziet er ook wel heel interessant uit. Ik ben inmiddels wat meer gewend aan pepermuntgeuren. Dus wat dat betreft is dat wel heel erg fijn. Dus dat is die. Dan heb ik hier een Volumizing Collagen Lip Balm. Collageen Lip Balm. Deze zou je lippen ook wat voller maken, maar ook verzorgen. Die is oranje. Ruikt wel heel lekker trouwens. Ik ben wel heel erg benieuwd naar deze 3 lipbalms. Alle 3 wel met een andere werking, maar ze zien er wel super interessant uit. En ik ben dol op lippenbalsems, dus die zien er wel heel erg leuk uit ook. Dan moet ik eventjes goed zoeken hoor.
Ik heb hier de Hydrating Nude Lipstick. Daar hebben ze 3 kleuren van. En dit is de kleur 303 Delicate. Dit zijn dus eigenlijk gewoon nude lipsticks, maar die zouden ook je lippen hydrateren. Ze ruiken wel heel lekker. Dit is dus deze kleur. Nude komt toch wel weer een beetje terug. Waarvan ik dacht het is een beetje weggegaan, komt het toch wel weer wat terug. Dus dat is deze. Dan heb ik hem ook in de kleur 301. Ik kan hem niet eens lezen, joh. Romantic. Die is wat lichter van kleur als ik het zo bekijk. Die ziet er zo uit. Heel erg leuk ook. Wel een heel licht kleurtje, maar op zich wel heel erg interessant om te zien. En dit is de 302 Mievery. Nee, Havery staat er. Ik kan het echt bijna niet lezen. Het is een drama. En die ziet er zo uit. Zowel 3 hele leuke nude kleurtjes die gewoon echt, ja, verzorging beloven en kleur. Dus ik ben heel erg benieuwd naar deze. Het ziet er leuk uit. Dan hebben ze ook de Cool Collagen Plumping Lipsticks. En deze zouden dus zorgen voor wat vollere lippen. Ik heb hier allereerst de kleur 203 My Advice. De hulzen zijn verder gewoon wit. Laten we het openmaken. Oh, die ziet er zo uit. Dat is dit kleurtje. Ziet er leuk uit ook. Alleen dat die hulzen vind ik een beetje draar, omdat het allemaal heel goed vastgeplakt zit. Dan hebben we de kleur 204 My Way. Oh, heel leuk kleurtje om te zien ook. Ja, word ik wel heel erg blij van. Dan hebben we 202 My Kind. Ziet er zo uit. Ook leuk om te zien, vind ik. Leuk kleurtje. Ze lijken wel een beetje op elkaar. Maar het is allemaal wel weer een beetje de nude kleuren zoals je kan zien. Dan hebben we 201 My Dream. Een beetje een roze kleurtje als ik het zo bekijk. Ja, kijk. Mooi roze is niet lelijk. Heel leuk. En dan hebben we hier 205 My Love. En ja hoor, deze is rood. Oh, I love it. Ziet er super leuk uit. Heel erg benieuwd naar. Dan heb ik hier een What the Fake Extreme Plumping Lip Filler. En hier zit Cili extract in de vitamine E en een hyaluronic acid. Shiny Tinted Finish. Ze hadden deze al in een transparante variant, maar ze hebben dus nu ook een kleurtje. Ik ga deze even openmaken, want dat wordt een beetje lastig. Nou, hij is eruit. Dit is verder de verpakking. Niet heel bijzonder. Maar ja, hij zou dus ook wat vollere lip geven. Ik ben wel heel erg benieuwd. Ik weet niet of dat echt gaat gebeuren. Holy. Ik ruik sowieso menthol. Dit is de applicator. Verder gewoon vrij basic. Ik ruik nog niet echt de chili, maar ik denk dat je die op je lippen wel gaat voelen. Want die zal wel heel erg warm zijn. Maar ik ben wel heel erg benieuwd. Het is ook echt een extreem variant. Denk je nou, extreem is niks voor mij. Ze hebben dus ook een normale variant. Maar ik vond het wel leuk, omdat deze dus ook een kleurtje achterlaat. En daar hou ik persoonlijk dan wel weer van. Dan heb ik een aantal lippotloden. Dit zijn de Soft & Precisie lippencils. En die passen dus bij de lipsticks die ik je net liet zien. Ik heb hier allereerst de 303 Delicate. En dit zijn gewoon van die lipliners die je wel zelf moet slijpen. Dus die zijn vaak wel iets harder, maar in combinatie met die lipsticks zullen ze dus heel erg mooi zijn. Dan heb ik hier de 201 My Dream. De 205 My Love.
Dit is de 302 Heavenly. De 204 My Way. De 201 Romantic. En de 202 My Mind. En de 203 My Advice. Het zijn dus gewoon hele leuke lipglootjes die dus heel goed matchen bij de lipsticks. Als laatste heb ik nog 4 oogschaduwpaletjes. En deze oogschaduwpaletjes zijn heel leuk, want die zijn geïnspireerd op liedjes. Dit is bijvoorbeeld de I Like to Move It, Move It. Of Move It, maar het is dus I Like to Move It, Move It. Dit is een oogschaduwpaletje. Hier zitten 6 kleurtjes in. En dit zijn dus dit soort kleurtjes, een beetje paarsachtig. Maar wel echt heel erg leuk. Ik ben heel erg benieuwd naar het pigment. Er zit een spiegeltje in. Dus dat is wel super leuk. Er staat verder niet heel veel over op. Gewoon dat het een oogschaduwpaletje is. Achterop staan ook de namen omschreven van de kleuren. Dat is ook altijd wel leuk. Dus dat is allereerst deze. Dan heb ik Bronze This Way. En dit is natuurlijk Born This Way. Daar is hij op geïnspireerd. Zo ziet hij eruit. En dat zijn dit soort kleurtjes. Ook super leuk. Er zitten shine kleuren in, maar ook matte kleuren. En dat is altijd wel heel erg leuk. Ze zien er echt super mooi uit. Dan heb ik Dancing Green. En dit is natuurlijk op Dancing Queen geïnspireerd. Super leuk. Dit zijn wat groene tinten als ik het zo bekijk. Ja, dat zie ik. Heel erg leuk. Ook weer matte en shine kleuren. Dat was trouwens ook bij de I Like It, Move It, Move It. Dus dat is die. En dan heb ik hier Ice Ice Baby. Ook heel erg leuk. En ik denk dat dit een beetje blauwe tinten zijn. Ja. Ik heb al wat zwartjes voorbij zien komen ook via Instagram. En die zagen er echt heel erg mooi uit. Ik vind echt hele leuke paletjes. Leuk dat ze geïnspireerd zijn op liedjes. Dus ik ben hier ook wel echt super benieuwd naar. Het is echt super leuk. Dan waren dit alle producten die ik heb weten te bemachtigen uit de nieuwe collectie van Essence. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jullie het leukste product vonden, wat hier tussen zit. Of ben je misschien ergens heel erg benieuwd naar? Of misschien trekt het je aan dat helemaal niet. Ik ben zelf in ieder geval heel erg benieuwd. Ik vind de oogschaduwpaletjes ook super leuk. Ook die lipproducten. Ja, ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe deze nieuwe producten gaan bevallen. En ik heb ook heel erg gezin om ze te gaan testen. Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Mocht je nieuw zijn op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Dat kan er op het rondje met mijn gezicht te drukken en op mijn kanaal zelf. Er staat een rode button. Als je daarop klikt, ben je gratis geabonneerd ook. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt, krijg je een melding van zodra er een nieuwe video online staat. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!